herdenking Truus Mast in Nijmegen-Oost, aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren en politie kan nog niets zeggen rondom dode baby in Beuningen. Donderdagmiddag werd er weer stilgestaan bij de dood van Truus Mast, bij haar monument in de Van Beethovenstraat. De 15-jarige Truus werd op 10 november 1944 gedood door bommen van Duitsers die nabij het zwembad vielen. Stilstaan bij de dood van Truus Mast staat symbool voor het herinneren van de tientallen doden die in Oost vielen tijdens de Frontstadperiode. Wij herdenken vandaag dat het 78 jaar geleden is dat hier een cashier met nog twee Amerikaanse soldaten gedood werd. En Truus Mast, zo hebben we dat ook beschreven, die staat symbool voor alle jongeren die toen om het leven zijn gekomen. Truus Mast was dus een zus, een nakomertje van mijn moeder. Voor mij was Truusje wel iemand die in de familie leefde, zal ik maar zeggen. Elke herdenking was denken aan Truusje. Dus voor mij was Truusje de motivatie voor herdenken. Ja. En dat valt nu samen. Er was ook een ongeval bij op het kazerneterrein, waarbij 6 jongens en 3 militairen omgekomen zijn. En een van de jongens was mijn broer. En hij zou merkwaardig vandaag zijn 88e verjaardag hebben kunnen vieren. Ja, ik vind het heel erg belangrijk. En ik vind het doet me ook echt heel erg goed om te zien dat zelfs de herdenking van één of enkele personen die omgekomen zijn tijdens de oorlog, dat dat toch nog zoveel mensen op de been brengt. Dat er ook mensen zoveel jaar inderdaad, 78 jaar geleden, dat willen organiseren. Voor de 25e keer was het donderdag de dag van de mantelzorg. Een speciale dag in het jaar waarbij we extra denken aan de ruim 5 miljoen Nederlanders die onbetaald zorg bieden aan iemand die zij lief hebben. Het is de dag van de mantelzorg. Oh, dat is heel erg leuk. En de Stichting Perspectief vindt dat dat gewaardeerd mag worden. En zodoende komen we u een pakketje aanbieden. Dank je, heel erg lief. Ja? Dankjewel. Ja. Dat verdient een bloemetje, het initiatief van Stichting Perspectief. Samen met vrijwilliger Arnold van Soest gaan we de deuren langs om mantelzorgers te bedanken. Ik ken Beuningen redelijk goed, de weg. Dus toen dacht ik, nou leuk om even een route te lopen en leuk om met mensen die mantelzorg doen even te ontmoeten. Dat je nog niet weet wie er aan de deur staat. De ene heeft het hele verhaal waarom ze het doen en de andere is redelijk kort en bescheiden. Ja, dat is leuk, dat is een verrassing. Door al het werk wat je doet en dan is dit er toch weer, ja. Een verrassing vind ik wel, ja. Nou, ik heb het niet hierom gedaan, dat moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik vind het fantastisch. Dus dat het in ieder geval aan de mantelzorgen gedacht wordt. In de afgelopen jaren is te zien dat het aantal mantelzorgers groeit. Dit komt ook door de vergrijzing dat we steeds ouder worden. Ja, zeker nodig dat er meer aandacht komt voor mantelzorgers, want het is een groeiende groep mensen. We gaan steeds meer te maken krijgen met mantelzorgen. Ja, jammer genoeg in deze wereld hoort dat. En dat mogen we alleen maar waarderen, ongeacht wie dat het is of wie dat het doet. Ja, ze zijn nodig. Ze zijn nodig, ja. Want we moeten ook naar elkaar omkijken. En het is ook voor de sociale binding, denk ik, tussen mensen. Is het goed dat we mantelzorg doen voor familie, vrienden, maar ook voor de mensen in de buurt. Ik heb de afgelopen 4-5 jaar mantelzorg gedaan, onder andere voor mijn schoonmoeder. Alleen die is dit jaar overleden, dat houdt nu op. Dus nu doe ik weer ander vrijwilligerswerk voor onder andere Stichting Perspectief. Voorgaande jaren reikten ze een plant uit aan de mantelzorgers. Voor de verandering willen ze iets anders geven dan een plant. Vandaar dat we deze keer zeiden van nou wat kunnen we nog meer in een dat verdient bloemetje gieten, zeg maar. En nou, daar zijn de bloembommetjes uitgekomen en de bloemenchocola. De meeste mantelzorgers zorgen voor een familielid. Voor mijn moeder. Nou, op het moment doe ik de was voor mijn moeder en dan op en neer en de administratie en de financiën en ja, dingen die geregeld moeten worden. Tot nog toe, tot juli heb ik steeds bij mijn moeder geholpen. Ja. Maar ja, ik word nou ouder, dus dat gaat niet meer. Mijn moeder is 99, dus ja, dat komt thuis ook niet langer meer. Dus ja, nou is het op en neer naar Leeuwen, het verpleeghuis. Ik ben voor mijn zoon mantelzorger. Nou ja, ik doe de tuin bij mijn zoon.
En dan de was en het eten. Ja. En dan altijd mee naar het ziekenhuis, overal ja, mee naartoe. Ja. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Zaterdag komt Sinterklaas weer aan en bezoekt hij ook onze regio. Straks hoor je hoe Elst zich hierop voorbereidt. De politie kan nog niets zeggen over de vorige week overleden baby in Beuningen. De baby kwam om nadat het met ernstige letsel het ziekenhuis werd binnengebracht. Aan de hand hiervan zijn de ouders dinsdag aangehouden, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij het overlijden van het kindje. Het kindje is 3 maanden oud geworden. De eerste huurders van winkelcentrum Hart van de Waalsprong in Nijmegen-Noord zijn bekend. Het nieuwe centrum heeft onder meer een huurovereenkomst getekend met HEMA, Ethos, De Gal en Gal en de Sound & Soul Food Bar. De 2 supermarkten die in het centrum zullen komen zijn Albert Heijn en Aldi. De Albert Heijn zal een XL-winkel worden. Rosanne Pak zal per 1 januari Yvette Akkermans opvolgen als centrummanager van Wijchen. Pak is geen onbekende in het vak. Ze werkt al 10 jaar in het centrummanagement Wijchen als marketingmanager. Ook volgde Pak al een aantal taken van Akkermans op het afgelopen jaar, dus ze heeft al een beetje ervaring. Ze laat weten dat haar doel is om de basis te verbreden en te professionaliseren. De Vlaamse Gas in Nijmegen is een koffieshop armer. De gemeente heeft er een pand gekocht omdat men het gebied wil herontwikkelen en een facelift wil geven. Op deze manier wil de gemeente de leefbaarheid van de verloederde omgeving verbeteren. In 2019 had het toenmalige college al de plannen om het een en ander te veranderen aan de Vlaamse Gas. Ze willen er namelijk ook nieuwe woningen gaan bouwen. Tot en met 18 november zijn er nog oefeningen voor luchtlandingsoperaties op verschillende plekken in Nederland. Deze week was dat ook het geval op het zweefvliegveld in Malden, waar onder meer een grote Chinook landde. Hoe gaat het met jou? Dat is een vraag die we elkaar wat vaker zouden moeten stellen. Vooral onder jongeren is de mentale gezondheid de afgelopen jaren achteruit gegaan. Het team van Beeldbrengers legde dit voor aan de Nijmeegse gemeenteraad en maakte de volgende reportage. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder goed in hun vel zitten, mede door de coronaperiode. Wat Nijmeegse leerlingen willen dat hier aandacht voor komt. Voordat ik met hun in gesprek ga, ga ik vandaag eerst de stad in. Even kijken hoe het met de mensen hier gaat. Hoe gaat het met jou? Ja, hartstikke goed. Wel goed. Mij gaat het wel goed. Nou, op zich wel goed, ja. Goed. Hoe gaat het nou echt met jou? Ja, goed. Wel een beetje druk, maar wel goed. Het is de laatste tijd wel een beetje een zware periode gehad door corona. School veel stress gehad, onvoldoende gehaald. Vader en moeder laatste scheiding gehad. Dus het is wel zwaar de laatste tijd, maar ik probeer er wel met vrienden en familie wel overeen te komen. Achter me in het stadhuis van Nijmegen gaan jongeren in gesprek met mensen van de gemeente, scholen en met de wethouder over de mentale gezondheid van de jongeren. Ja, we willen graag aandacht vragen voor de vraag van hoe gaat het met jou? Die is wel heel belangrijk om te stellen, zeker na coronatijd. Hoe zien jullie zelf dat het met de jongeren gaat? Nou ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, waarin de ene het heel moeilijk heeft en bij de ander natuurlijk wat beter gaat. Een moeilijke thuissituatie, waarin er misschien geen veilige plek is waar jij je kunt voelen. Dus ja, het gaat zeker niet met iedereen goed, dus dat zien we ook in onze omgeving. En hoe hopen jullie dat de gemeente hiermee kan helpen? Ik hoop persoonlijk dat er in ieder geval dat heel veel mensen gaan nadenken, aan nadenken worden gezet. Dat er misschien wel binnen de school een persoon kan zijn die de vraag hoe gaat het met je persoonlijk kan stellen. Dus niet alleen een grote groep. Hoe vonden jullie zelf dat het ging? Ja, ik denk goed. Ik denk dat we mensen inderdaad aan denken hebben gezet. Dat we aandacht hebben gekregen. En ik denk ook dat er wat mee gaat gebeuren. Dus ik ben zeer tevreden. Jazeker. Ik denk ook nu we ook wat weerwoord hebben gekregen over waar de scholen nu al mee bezig zijn. En de gemeente. Dat wij ook een beetje op de hoogte zijn met hoe het allemaal zit. Dus dat we ons punt wel hebben kunnen maken. Ja. Denken jullie nu ook dat er wat gaat veranderen door wat er zojuist heeft plaatsgevonden? Ik hoop het wel. Je weet nooit precies. Maar ik denk wel dat we in ieder geval een hele goede eerste stap hebben gezet. Ja, we zullen zien wat eruit komt. Wat maakt zo net het meeste indruk op je? Ik vond het heel goed om jongeren open te horen over mentale gezondheid. En ik vond ook mooi dat ze zeiden, luister naar jongeren en zorg ook dat jongeren elkaar helpen. Voor mij is de oprechtheid van dit soort gesprekken, waarin volwassenen en jongeren echt naar elkaar luisteren, dat is altijd voor mij het meest ontroerende.
En wat kan de gemeente hier precies mee? Wij ondersteunen bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Wij hebben ook geld om speciale projecten te doen rondom mentaal welzijn. Dus ja, voornamelijk doen we ook dingen met geld om op school de goede dingen te doen. Echt heel veel. Want de jongeren gaven ook hele concrete voorbeelden waar we al wat mee konden gaan doen. De jongeren hebben aardig wat losgemaakt bij de gemeente en de scholen. Hopelijk komt er meer aandacht voor de mentale gezondheid. Zaterdag komt Sinterklaas weer aan en bezoekt hij ook onze regio. In Elst gebeurt dit op een bijzondere manier. Daar komt de Sint namelijk per trein aan. Wij gingen langs bij Hans Wagener, de secretaris-generaal van Sinterklaas, om te kijken of Elst er al helemaal klaar voor is. Er wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voordat Sinterklaas het dorp zal bereiken. De puntjes worden op de i gezet om de huiskamer van Sinterklaas helemaal af te krijgen. Sinterklaas trekt hier in de dagen dat hij in Elst is tot en met 5 december. Daar slaapt hij, hij werkt aan het bureau, daar doet hij zijn administratieve dingen en hij ontvangt hier ook Pieten. En u bent de secretaris-generaal van Sinterklaas hier in Elst, heb ik gehoord. Wat zijn uw taken? Mijn taken zijn om alles heel goed voor te bereiden. Straks om Sinterklaas te helpen bij alles wat er moet gebeuren. En ik stuur ook andere secretarissen aan en de Pieten een heel klein beetje. Kortom, mijn verantwoordelijkheid is gigantisch groot. En nu is het zo dat Sinterklaas altijd met heel veel cadeautjes komt. Heeft hij toevallig ook cadeautjes vooruitgestuurd? Daar kan ik helaas niets over zeggen. Oh, dat is jammer, want dat zouden we natuurlijk wel graag willen weten. En hoe zit het met de voorraad pepernoten? Gelukkig is die helemaal op peil. En ik denk dat we er meer dan genoeg hebben. Ja, ja. Sinterklaas komt om 3:15 op station Elst aan met de trein. De trein wordt al klaargemaakt in het grootste geheim. Alle seinen staan op groen, zodat die linea recta naar het mooie Elst kan komen. We hebben natuurlijk onze Pietenband, die ontvangt Sinterklaas al bij het station. Bij het station gaat Sinterklaas te paard, zo snel. En dan rijden ze naar de Dorpstraat en daar wordt Sinterklaas ontvangen op het gemeentehuis. En hoe staat het met de inkomsten van Sinterklaas? Want hier in Nederland hebben we natuurlijk energiecrisis. Ja, ik weet niet hoe dat in Spanje is, maar hoe is dat bij Sinterklaas dat u weet? Bij Sinterklaas zelf is er niet zo heel veel aan de hand. Hij wordt namelijk enorm geholpen door alle ondernemers hier. Dus daar ben ik niet bezorgd over, maar over de portemonnee van de mensen zelf, ja, daar kunnen we wel wat bezorgd over zijn. Is er nog iets belangrijks dat u wilt vertellen voor de komst van Sinterklaas? Ja, er komt voor het Sinterklaashuis een brievenbus. Er komt ook een rebus. Kinderen kunnen de rebus oplossen. Er komt in dit huis ook een grote pot met pepernoten te staan. En dan kun je proberen te raden hoeveel pepernoten er in die bus zitten. Het is dus nog even aftellen naar zaterdag, maar het zal niet lang meer duren. Nog maar een paar dagen en een paar uren. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op onze YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen.